Machine learning is op dit moment op een punt aangekomen dat er niet jaarlijks, maar echt maandelijks grote doorbraken worden gemaakt. Dat geeft in één keer heel veel nieuwe mogelijkheden, waardoor we veel efficiënter met die data om kunnen gaan en veel waardevollere informatie eruit kunnen halen. De technologie wordt zo toegankelijk dat ook mensen die in de inhoud zitten, dus die meer in de processen zitten, zeg maar, dit soort technologie kunnen gebruiken. Waardoor het veel meer toegevoegde waarde gaat krijgen dan dat een data-analyst of een IT-department dit gebruikt. Het mooie van dit soort big data-dingen is dat je juist de dingen vindt die je niet zocht. Bedrijven zullen veel makkelijker kunnen voorspellen wat hun business gaat doen, waardoor ze direct geld kunnen besparen. Ik denk dat het echt een wedloop wordt van bedrijven die hun data het best op orde hebben, het snelste kunnen schakelen en zich het beste kunnen aanpassen aan een snel veranderende omgeving. Vertrouwen is goed, maar data is beter.